In tijden van crisis is er vaak twijfel of investeren wel een verstandige keuze is. De focus van vele ondernemingen ligt immers op een zuinig beheer van de beschikbare middelen, het behouden van het rendement en besparen waar mogelijk. En toch mogen we niet risico-avers worden. We moeten eigenlijk duidelijk kijken naar twee types van risico's die bij het ondernemen aan bod komen. Enerzijds is het financiële risico, natuurlijk investeringen maken en zeker rendement genereren. En uiteraard als we willen investeren, als we durven investeren, is het belangrijk om daar naartoe te kijken. Maar anderzijds is het ook het competitieve risico. En ergens als we niet investeren, wat zal er dan gebeuren met onze competitieve positie naar de toekomst toe? Dus het is belangrijk dat er ergens een evenwicht is tussen het financiële risico en het competitieve risico. En in tijden van crisis, dan komt die balans, die evenwicht, een beetje onder druk. En we zien dus dat veel gekeken wordt naar het financiële aspect, maar iets minder naar het competitieve en de lange termijnvisie. En dus wanneer we beslissingen nemen naar de toekomst toe, is het belangrijk die beslissingen ook te kaderen in onze lange termijnvisie. Het is dus aan de ondernemers om vooruit te zien en te blijven zoeken naar opportuniteiten. Investeringsmaatschappij Gimf is positief gestemd op dat vlak. Wij zien groei in heel veel sectoren. Alle sectoren zijn namelijk onderhevig aan die belangrijke megatrends van onze huidige wereld. Zo denken wij aan onze gezondheidszorg en alles wat daarmee te gebeuren staat. Zo denken wij aan onze maakindustrie. Deze moet slim en internationaal worden georganiseerd. Zo denken wij aan het individu, de consument. Hoe zal die worden bediend in de toekomst? Maar wij denken ook aan onze communities, aan onze cities en hoe mensen zich praktisch onderling via infrastructuur en dergelijke meer zullen gaan organiseren. Vanuit die optiek gaan investeerders meer dan ooit op zoek naar bedrijven die kansen zien in deze economische trends. Maar dat alleen is niet voldoende. Een participatie moet aan meerdere voorwaarden voldoen. Wij dromen natuurlijk van het bedrijf dat ideaal zal worden om in te investeren. Maar wanneer wij starten, zijn er toch een aantal zaken die wij heel goed bekijken. Wat zijn de grote trends die we wereldwijd onderkennen en is dat bedrijf in die trends goed gepositioneerd? Het tweede is natuurlijk de kwaliteit van het management en hun kennis over de sector waarin het bedrijf actief is. Dat moet tip-top zijn. Die mensen moeten binnen hun sector heel goed weten hoe de zaken in elkaar steken. En ten derde moeten we samen met het management een goed idee hebben over wat we willen bereiken met dat bedrijf binnen die trend en binnen die sector. Zodanig dat we een investeringsthesis kunnen gaan uitwerken. Wanneer dat allemaal samenkomt, dan hebben we de ideale investering gevonden. Een gedreven partner uit de sector van private equity of venture capital wil meedenken met het bedrijf waarin het investeert. Het gaat dus om veel meer dan een louter financiële inbreng. De participatie vormt de basis voor een hecht partnership. De investering is maar de start van het partnership. Want op dat ogenblik gaan we aan tafel zitten en gaat het over strategie, de ambitie van het bedrijf, het innovatieve, de groei en hoe we dat allemaal praktisch concreet gaan uitwerken de jaren daarop. Een beursgenoteerde investeringsmaatschappij, zoals Gimf, moet uiteindelijk ook de belangen van zijn aandeelhouders in overeenstemming brengen met de belangen van het bedrijf waarin het participeert. Daarvoor is een consensus vereist bij alle betrokkenen over de strategie en de lange termijnvisie. Wel, een aandeelhouder kan niet anders dan op lange termijn redeneren en werken. Zo ook Gimf. Door veel ervaring hebben wij gemerkt dat als aandeelhouder en daardoor ook als bestuurder in deze ondernemingen wij een heel actieve rol kunnen spelen bij het uitzetten van een strategie waarbij de ambitie, waarbij de oriëntatie van het bedrijf wordt vastgezet, wordt overeengekomen met de andere mensen van het bedrijf, het management en de bestuursleden. Het is duurzaam investeren voor de lange termijn rond de focus groei. En net die groei en die internationalisering van die groei leidt tot het succes van onze participaties, van onze ondernemingen en ook uiteindelijk van onze aandeelhouders.